Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Els Veraard en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Henk Westerink voorgaat. Ook een welkom aan de luisteraars van de website en de cd, in het bijzonder mevrouw Dini Massink. Fijn dat u thuis met ons verbonden bent. De organist is Bram van Oort, Gea Haan en Erik Lichtlee zingen de aangegeven liederen. De lector is Rieks Linde en de koster is Hendrik Schieven. Het tafelboeket geven we na de dienst mee aan dominee en mevrouw Westerink. Dominee Westerink gaat vanmorgen voor het laatst bij ons voor als gastpredikant. Met deze bloemen en met een kaars van de kerk willen we u bedanken voor alle jaren dat u in Steenderen voorging. Wij willen u bekendmaken dat op 29 maart 2021 is overleden mevrouw Geertruida Theodora Maria Vlamma van den Bos, echtgenote van ons gemeentelid de heer Joop Vlamma in de leeftijd van 81 jaar. De uitvaartplechtigheid heeft in kleine kring plaatsgevonden. Wij wensen haar familie veel sterkte toe en Gods nabijheid in deze dagen. Op 13 april zijn Eef-Jan en Erik Olthof Meenink 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren het zilveren bruidspaar van harte en wensen hen een gezellige dag toe en Gods zegen op hun verdere weg samen. Aan de uitgang kunt u uw gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijke gemeentewerk. Volgende week zondag houden we om 10 uur een dienst in onze kerk, waarin mevrouw Jansje Ruitenkamp voorgaat. U kunt zich vrijdagavond tussen 6 en 10 uur opgeven bij René Kranenborg. Tijdens het aansteken van de kaarsen willen we mevrouw Vlamma gedenken. Daarna zingt de zanggroep lied 961, Niemand leeft voor zichzelf. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. En wij wensen elkaar een goede dienst en ik wil u vragen te gaan staan. Onze hulp is
in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in de eeuwigheid. De eeuwig trouwe God groet ons en ziet ons aan. Laten we dan elkaar groeten en aanzien met de hand op het hart en vriendelijkheid in onze ogen. Wij zijn hier in het vast vertrouwen dat genade, barmhartigheid en vrede ons deel is en ons toekomt van God onze Vader, van Jezus Christus onze lotgenoot en van de Heilige Geest die ons bijblijft. Ik lees u enkele versen van Psalm 111. Ik wil de Heer loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. Machtig zijn de werken van de Heer. Wie ze lief heeft, onderzoekt ze. Zijn daden hebben glans en glorie. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn naam. Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor altijd. Tot zover. De zanggroep zingt voor ons lied 287, vers 1, 2 en 5. Laten we de Heer aanroepen om ontferming. Laten we bidden. Heer onze God, we komen tot u met dankbaarheid voor wat er hier en daar goed gaat op deze aarde, waar we ons gezegende mensen weten, maar intussen weten we ook van tegenslag, van ongeluk, van zoveel wat niet goed gaat. En waar moeten we daarmee heen?
Daarom komen we tot u om het onder uw ogen te brengen. Ontferm u toch over hen die het moeilijk hebben door wat het leven brengt. Soms eigen schuld, soms totaal buiten eigen schuld. En wie kan zo leven dat je alles goed doet? En als een natuurramp je treft, als ongeluk een tegenslag je deel is. We bidden nu voor alle mensen die zich niet kunnen neerleggen bij onderdrukking en geweld. Die zich teweerstellen, die er het slachtoffer van werden en worden. Die het leven zuur en soms onmogelijk wordt gemaakt. We bidden nu voor hen die in problemen raken door pech, door oneerlijke behandeling, door zwakheden, door vermindering van kracht, door geldzorgen, die soms niet weten hoe ze een en ander moeten oplossen. En alles wat je dan hoort over corona, wat wel en niet kan en hoe je dat moet doen en waar dat de kop op duikt. Heer, van al dat soort dingen kan een mens behoorlijk depressief worden. Breng dan toch licht in het donker, o Heer. Steeds als het leven te lijden heeft, bevestig ons vertrouwen in Jezus onze Heer. Opdat we de weg vinden van hoop en nieuwe inzet voor leven en welzijn. Voor de naaste als onszelf. Zo bidden wij, Heer, ontferm u, Christus, ontferm u. Laten we dan bidden het gebed van de zondag. Onze tijden, eeuwige God, zijn in uw hand. Om ons riep u de dag uit en de nacht. En ons hebt u het leven ingeademd, opdat het niet vervliegt tot niets. U bent de vaste bodem onder onze voeten. Wat ons ook toevalt, leer ook ons onze dagen te tellen om wijs van hart te worden. Blij van geest, getroost onze weg te kunnen gaan. Laat daartoe uw woorden in ons gaan branden als een licht voor hart en handen. Door Jezus Christus, de hulp van uw Heilige Geest. Amen. Ja, dan stond er op de liturgie die ik toegezonden kreeg, aandacht voor de kinderen. Ik vermoed dat we dat punt kunnen overslaan. Dan gaan we luisteren naar de zanggroep die voor ons zingt, lied 317. Thank you.
geef het woord aan de lector die de eerste lezing zal doen. Mozes geroepen. De Heer zei: ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hittieten, de Amorieten, de Perizieten, de Sirwieten en de Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Tot zover de schriftlezing. En de tweede lezing vindt u in het evangelie, zoals Johannes ons dat doorgeeft. Hoofdstuk 20, vers 24. Een van de 12, Thomas, dat betekent tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: wij hebben de Heer gezien, zei hij: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde: mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Tot zover de lezingen. Onze tekst vindt u in Johannes 20, vers 27. Daar staat dan: wees niet langer ongelovig, maar geloof.
Gemeente van Christus, we leven in een tijd dat het niet zo vanzelfsprekend is dat je gelooft. Sommigen van u die dat anders hebben meegemaakt, denken misschien wel eens met weemoed terug aan die tijd dat dat anders was. Dat het normaal was om te geloven. En dat je in eigen kring zelfs behoorlijk goed wist wat je wel of niet kon geloven. Ja, als je niet uitkeek, ook eigenlijk wel moest geloven. Over bepaalde onderwerpen en vragen konden ze uren debatteren, verhit raken. Er konden zelfs nieuwe scheuringen gebeuren wanneer hoe de een erover dacht dat het voor de ander toch niet meer acceptabel was. Maar of je daar nu aan terugdenkt met weemoed of misschien juist ook wel met opluchting, dat schijnt allebei voor te komen. De vraag naar wat geloven eigenlijk is, wanneer ben je gelovig en wanneer ben je ongelovig, die vraag is toch wel gebleven. En laten we eerlijk zijn, dat doet er toch wel toe. Niet vooral om een ander de maat te nemen. Dat moesten we maar niet meer zo doen. Maar meer als je eerlijk en oprecht probeert te geloven. Wat is dat dan? Zeker als we nu uit de mond van Jezus die tekst aangereikt krijgen van wees niet langer ongelovig, maar geloof. En dat tegen een discipel. Daar zit dus duidelijk verschil tussen. En wat is dan dat verschil? Wat maakt het verschil? Een voorbeeld. Als jong predikant, dat is dus een paar jaartjes geleden, nieuw in de gemeente, kwam ik een keer ergens op bezoek om kennis te maken. Ik wist dat deze mensen vroeger nogal hadden meegeleefd, maar nu al een tijd niet meer werden gezien. De binnenkomst was meteen heel duidelijk. Ja, dominee, aardig dat u eens langskomt. Het gebaar stellen we op prijs, maar wij willen nergens mee te maken hebben. De kerk heeft voor ons afgedaan en we hebben geen enkele moeite, geen enkele behoefte meer om daarover te praten. Nou ja, daar sta je dan als onervaren dominee. Toch raakten we op de een of andere manier wel aan de praat. En wat bleek, het waren echt betrokken mensen geweest. Ze gingen naar de kerk, ze hielpen met als er wat te doen was. Hij was een tijd leider geweest bij de zondagsschool, gelovige mensen. Toen was er wat gebeurd. U weet, in zo'n gemeenschap als de kerk, daar gebeurt wel eens wat. We zijn allemaal mensen met onze talenten, maar ook met onze fouten en gebreken. Dus daar gebeurt nog wel eens wat. Ook dingen die niet zouden moeten gebeuren, waar je teleurgesteld over kunt zijn. Ja, en ik denk dat kan ook bijna niet anders, want moet je nagaan welke prachtige idealen en wegwijzingen we niet in huis hebben gekregen. Dan gebeurt er wel eens in de praktijk van zondag en alle dag, in het omgaan met elkaar, dat niet helemaal of zelfs helemaal niet overeenstemt met die mooie woorden en principes. Dus dat er dan wel eens wat kan gebeuren, dat pijn doet, dat begrijpt u wel. En eerlijk gezegd dacht ik toen die kant ook op, omdat er in die plaats zich het nodige had voorgedaan. Maar in dit geval lag het anders. Dit ging om hun geloof in God. Wat was er gebeurd? Op een gegeven moment was bij hun in de straat een ongeluk gebeurd. Een meisje van 5 was zonder uitkijken de straat opgerend, was geschept door een passerende auto en was later aan de verwondingen overleden.
En natuurlijk weet je dat er elke dag ongelukken gebeuren. Natuurlijk weet je dat er daarbij slachtoffers vallen. Elke dag. Je weet dat er een pandemie kan losbreken. En als je dat niet wist, dan weet je het nu. Dat er mensen ziek worden. Dat er elke dag misdaden worden gepleegd. Tegen mensen en zelfs tegen de mensheid. Je weet dat heel wat oudere of jongere Nederlanders onder de armoedegrens moeten leven. En weinig kans hebben om er onderuit te komen. Ondanks dat we in een welvarend land leven. En zo is er zoveel. Toen deze mensen dat ongeluk in hun eigen straat zagen gebeuren, het vreselijk verdriet van de ouders, hoe je daar geschokt en stuk van bent, toen bedachten ze dat ze dit niet konden rijmen met hun idee van God. Hoe hij dit kon laten gebeuren, in elk geval toelaten, dat konden ze niet verwerken. Op de een of andere manier hadden ze altijd een beeld van God gehad dat die op een directe manier zou beschermen en zou redden. En al die keren dat dat niet was gebeurd, hadden ze dat op de koop toegenomen. Misschien had God er ergens een bedoeling mee of zoiets. Maar toen het bij hen zelf in de straat gebeurde, toen was het raak. En toen brak er iets, afgelopen met dat hele geloof. Zoveel doet het er intussen dus ook wel toe. Zoveel maakt het uit wat je gelooft. Hoe je God ziet. Als je gelooft zoals deze mensen hadden geloofd, dan ligt het zelfs voor de hand dat je vroeg of laat hevig wordt teleurgesteld. Als je merkt, zo werkt het niet. Toen niet en nu niet. Maar wat heet dan nog geloof? Dit is misschien een mooi moment om nu ook maar eens even naar Thomas te gaan kijken. Diezelfde Thomas die steeds met Jezus meegelopen was. Die erin was gaan geloven dat Jezus iets heel bijzonders was. Dat hij op een geloofwaardige manier over God vertelde en ook zo leefde dat je dacht van, nou, dat is de moeite waard. Wat geweldig mooi. Vol vertrouwen in zijn hemelse Vader. Vol inzet om zo te leven zoals die dat van je vraagt. En om dat te laten zien aan alle mensen, om daarvan te getuigen. Oftewel mens geworden bewijs van hoe goed en mooi het is om met zo'n God te leven. God liefhebben en de naaste als jezelf. En toen het richting Jeruzalem was gegaan en toen het voor zijn idee gevaarlijk begon te worden, toen had Thomas zelfs gezegd, laten wij ook maar met u meegaan. Wij als discipelen en dan met u mee sterven. Je zou dan toch kunnen zeggen dat Thomas sterk geloofde. En ook volop besefte welke dingen er zo al kunnen gebeuren. En nu is het gebeurd. Ze hebben Jezus te pakken genomen. Die is als een misdadiger aan het kruis geslagen. En hoe staat het er nu voor met Thomas? Als de discipelen na Pasen bij elkaar komen en dan tot hun stomme verbazing Jezus zien, dan is eerst Thomas afwezig. Waar was die nu? Zien ze Jezus en dan is Thomas er niet bij. Waarom was hij er nou niet bij? Misschien de moed een beetje verloren. Kon hij het sterven van Jezus misschien toch niet rijmen met zijn geloof? We weten het niet precies, maar zijn geloof kreeg vast een enorme klap. Want als hij dan weer zijn oude vrienden opzoekt, wel mooi hè, dat je dat ziet, hij zoekt ze wel weer op. Zoveel was er wel gebeurd en ontstaan.
En als die hem dan vertellen dat ze de Heer hebben gezien, dan gelooft hij dat niet. U hebt het gehoord. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, alleen dan zal ik geloven. Thomas wil het dus kunnen zien en voelen. En hij denkt dat hij het dan pas kan beleven en geloven. Is dat redelijk of onredelijk van Thomas? Ik kom nog wel eens mensen tegen die soms lang aan geloof hebben gedaan en dan toch bij zichzelf tot de slotsom komen. Het doet me niks eigenlijk als ik goed naga. Die zeggen van ja, schuldbelijdenis, waar hebben we het over? Leven na de dood, wie kan dat nou toch nog geloven? Ik heb er geen beleving meer bij. En of God bestaat, daar twijfel ik echt wel aan. Het staat zo ver van me af. En gelukkig zijn er heel wat mensen die ook al jong soms iets gaan vermoeden van de rijkdom die je vindt in het geloof. Maar toch ook pas nog een paar mensen zo onderweg die het over het geloof hadden. Je kon zien, het was geen kwade wil, maar Jezus en God en geloof, dat deed ze niks. Wat heeft geloof, waar ik dan van hoor, wat heeft dat nou te maken met mijn werkelijkheid? Ik heb er geen beleving bij. Als we er iets van zouden kunnen zien, al was het maar een keer bijvoorbeeld iets wonderlijks, nou, al was het maar een keertje, dan zou je misschien wel kunnen geloven. Maar alleen van horen zeggen, als ik er niet zelf iets van kan zien en voelen. Vindt u het gek dat Thomas dat verhaal van dat ze Jezus hadden gezien niet gelooft? Pas las ik nog ergens bij een hedendaags theoloog. En die beweerde dat Jezus misschien wel niet echt heeft geleefd. Ik las ergens anders, wie weet hebben de discipelen wel een visioen gehad van dat Jezus was opgestaan. En toen ze erover vertelden, werd dat verhaal steeds mooier. Zo gaat dat toch bij een verhaal. En tenslotte dachten ze allemaal dat het echt gebeurd was. Zulke dingen denken is wel menselijk. En misschien dacht Thomas ook wel zoiets. Dat het grote verdriet van zijn vrienden ze misschien een beetje naar het hoofd was gestegen. Het is ook een wonderlijk verhaal. Mensen die je toch kent als redelijk betrouwbare mensen, die zeggen dat ze iemand hebben gezien die overduidelijk was gestorven. Dan zijn ze nog eerder aan het hallucineren dan dat het echt waar zou zijn. Thomas zou zich niks laten wijsmaken. Hij zou het pas geloven als hij het zelf zou kunnen zien, iets voelen. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu toch weer bij. Wel mooi, hij hoort er toch bij. Ook als hij zulke dingen denkt en zegt. En dan staat er, zo heel gewoon alsof het niks is, terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En vrede, shalom, dat is dat alles in orde is. In je relatie met God, met elkaar, met jezelf. En dat wenst Jezus ze nu toe. En speciaal tegen Thomas zegt hij, leg je vingers dan maar hier, kijk naar mijn handen. Leg je hand in mijn zij. En dan komen de woorden van de tekst, wees niet langer ongelovig, maar geloof. U hoort, Thomas wordt ongelovig genoemd. Hij geloofde niet waar het op aankwam. Die Thomas die we kenden als gelovige volgeling van Jezus, wordt door Jezus zelf nu ongelovig genoemd. Dus is het zo, niet geloven in de opstanding en daarom ben je
ongelovig? Volgens mij gaat het bij geloven in de opstanding niet in de eerste plaats om een soort van leerstelling, waar je bij wijze van spreken een handtekening onder moet zetten. Wel om het vertrouwen in de levende kracht die Jezus is, nu op een geestelijke manier. Hij is er niet meer zoals toen. Maar in dat verhaal van de opstanding uit de dood zie je de machtige hand van God gebeuren. Zo is God. In alle helderheid heeft hij zich met Jezus verbonden. Die Jezus die zich in grote liefde ten offer heeft gegeven. Om met zijn leven en dood en opstanding te getuigen, het symbool te zijn van waar het God om gaat. Niemand heeft dat beter laten zien dan hij. Ze hebben geprobeerd hem te elimineren. Hoe durfde hij over God te praten als over zijn vader, als een God van liefde? Ze hadden veel meer op met een God die geboden belangrijker vond dan menselijkheid. Die je zou straffen als je niet gehoorzaamde. Als je gehoorzaamde, nou, dan ging het je goed. En als het tegen zat, dan was dat je straf. Pas zag ik nog iemand op tv beweren. Die vertelde dat de manier om rijk te worden, nou, noem maar wat. En van alles en nog wat te krijgen en te bereiken, dat was als je maar in God gelooft. Het wondermiddel. Nou, ik geloof dat ook zo is, nog steeds niet het soort geloof is dat Jezus bedoelt als hij Thomas terecht wijst. Zo van, als je maar gelooft, dan komt alle moois je aanwaaien. Ook al kun je allerlei moois wel degelijk beleven als zegen, maar zelfs het grote heilsfeit van het Oude Testament, de bevrijding van de Israëlieten uit de slavernij, we hebben er een stukje van mogen horen, dat ging niet bij toverslag, niet door ze te bewaren voor slavernij, want ze waren wel degelijk slaven geworden. De bevrijding kon gaan gebeuren door Mozes een roeping te geven. Mensen te motiveren om vrij te willen zijn. Door een vergezicht te openen, dat beloofde land, door ze te inspireren daarin te gaan geloven, om op weg te gaan. Door mee te gaan en steun te geven. En zo gingen ze op weg en uiteindelijk werden ze vrij. Zo werkt God, zo werkt geloof. Het is alsof nu met de opstanding van Jezus onomstotelijk is vastgesteld dat dit het is wat God bedoelt. De kracht die alles te boven gaat, is zijn liefde. En die wint. Je kunt wat geloof betreft allerlei accenten leggen. Je kunt allerlei dingen denken en geloven en dat recht heb je. Maar of dat klopt, voortaan weet je dat je bij Jezus moet zijn. Dus dat liefde eerst komt en niet de leer. Dat geboden belangrijk zijn, maar niet omdat die zo nodig moeten, maar helemaal alleen omwille van het leven en welzijn van mensen. Daarmee krijgt een mensenleven koers en vind je wat het leven de moeite waard maakt. Alle pogingen om deze Zoon van God de mond te snoeren zijn tevergeefs geweest. Zoals dat nog steeds tot aan de dag van vandaag tevergeefs zal zijn. Altijd weer als mensen proberen hem de mond te snoeren en waar hij voor staat. Want, en dat beeld moeten we altijd bij ons houden, want hij is opgestaan. Dat uiterste middel wat mensen hebben om iemand de mond te snoeren. Je kunt iemand vernederen en vermoorden, maar dat heeft niet gewerkt.
want hij is opgestaan. Dat wil zeggen dat je weet van schuld en zonde, maar dat je gelooft in vergeving. Dat je weet dat samenleven met God, met andere mensen en met jezelf nog wel eens best moeilijk kan zijn. Maar je gelooft in de weergeloze kracht van de liefde. Dan mag je denken aan genezing, allereerst van hart. Dat mensen die het niet meer zagen zitten, zoals een Thomas, dat die gaan zien. Dat wie het niet kan verstaan, dat die kan gaan horen. Dat je weet dat wel en wee je kunnen treffen in dit leven, maar dat hij met je meegaat en je er doorheen sleept. Tegen alle verdrukking in is dat wat geloven in de opgestane Heer betekent. En hij spoort ons elke dag opnieuw met Thomas aan: wees niet ongelovig, maar geloof. Wat u gelooft, wat ik geloof, hoe zijn we daaraan gekomen? Via ouders, familie, via lezen en beleven, via hoe erover gepraat wordt, op school, in de kerk, tv, radio, onder vrienden, vriendinnen. Zo vorm je vaak mede wat je gelooft. En soms zit daar nog wel eens wat ballast bij. Dingen die je wel gelooft als vanzelf, maar die niet kloppen. En waar je je ook nog wel eens tegen kunt afzetten. En sommigen menen dan zelfs de consequentie: nou, als God een kind laat verongelukken, als God een oorlog laat gebeuren met zoveel slachtoffers, als God dit geluk zo verstoort, als God niet ingreep toen er 6 miljoen Joden werden vermoord. Als God niet ingrijpt, als zoveel misstanden blijven bestaan. Of zoals Thomas, als God toelaat dat iemand als Jezus wordt gekruisigd. Nou, als God zo is, dan houdt mijn geloof geen stand. Jezus zei: wees niet langer ongelovig, maar geloof. En geloof dus niet kritiekloos allerlei beelden van God die de ronde doen, maar geloof in de Vader van Jezus Christus, zoals die hem laat zien, in alle eenvoud, in alle waarheid. Hij houdt het erop dat wat brood nodig is voor een mens om zinvol te kunnen leven, dat is de liefde. Hij heeft het voorgeleefd. God liefhebben en de naaste als jezelf. Die twee geboden, zegt Jezus, zijn de grondslag van alles wat je in de wet bij de profeten kunt vinden. En dan kan er iets wonderlijks gebeuren. Jezus heeft alles gedaan om ons daarvan te overtuigen, om ons dat mee te geven. Is ons dat genoeg? Johannes zegt dan: Jezus heeft meer wondertekenen gedaan die niet in de Bijbel staan, maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven, door dat te geloven, leeft door zijn naam. Amen. Dan luisteren we nu eerst naar orgelspel.
Laten we dan ons geloof samen belijden, samen met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Laten we nou samen bidden. Heer onze God, we danken u dat we zo zien wat geloven is voor dat moment. In Jezus kunnen we zien wat u wilt en wat u bedoelt, wat we kunnen geloven. Er bestaan nu eenmaal allerlei denkbeelden voor als je God zegt. Dat maakt het ook nog wel eens moeilijk om over u te praten. Help ons, Heer, help ons en al die mensen die u zoeken om toch een eerlijk idee te krijgen van wie u bent. Wat we van u mogen verwachten en wat niet. In Thomas zien we wat een wereld van verschil dat is van toen hij ongelovig was naar dat hij geloofde. En vol overtuiging kon zeggen, mijn Heer en mijn God. Toen ging hij weer leven. Toen ging het weer leven. Wij smeken daarom om het licht en de kracht van uw geest, die ons kan doen zien en verstaan. Want wat kunnen wij ervan begrijpen met ons beperkte verstand? We denken en overwegen, maar het is tevergeefs als u ons niet te hulp komt met uw geest. Zo leven we naar het Pinksterfeest. Opdat we in levend contact zijn met dat wonderlijk gebeuren van de opstanding en heel persoonlijk ervaren hoe nabij u ons bent. We doen voorbeden voor mensen in nood. Overal op aarde. Ook voor onze mede-christenen die om hun geloof worden vervolgd en soms gruwelijk vermoord. Steeds vaker ook in Afrika. Geef dat we ze niet vergeten. Ook al heeft dat bijna geen nieuwswaarde meer voor de media. We bidden nu om wijsheid voor de informateur, om orde te scheppen in de ontstane chaos, voor al de mensen die daar nu ook weer bij betrokken worden. Voor onze demissionaire regering, omdat er nog best veel gedaan moet worden. Alleen al de toeslagenaffaire, de schade in Groningen. Dat er oplossingen komen, overal waar mensen in de knel zijn gebracht. We bidden nu voor deze gemeente hier in Steenderen en omgeving. We danken u met Evian en Erika Oldhoff, die van de week hun 25-jarig huwelijk jubileum hopen te vieren. Wees ook verder met hen, Heer,
En met hen en al die mensen die zich met elkaar verbinden in trouw en liefde. Wij bidden voor allen die ondanks de beperkingen hun best doen een steentje bij te dragen. Voor hen die het moeilijk hebben, die zitten met zorgen, zich wel eens eenzaam voelen, die verdriet hebben. Zoals nu Truus Vlamma is overleden, bidden wij u voor haar man, de kinderen, de kleinkinderen, bij het verdriet en het gemis wat ze nu voelen. Verzeker hen en ons zo allen van uw liefdevolle nabijheid, dat dat voor een ieder een bron mag zijn van licht in het donker, van opademen, dat we in alles wat ons overkomt en dat we moeten verwerken, uw kinderen mogen zijn. En in de stilte van dit moment bidden we u wat we persoonlijk daarbij willen toevoegen. We bidden u om verhoring in de naam van Jezus die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan luisteren we nu naar de zanggroep die zal zingen lied 422. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. Wilt u zo mogelijk gaan staan? Ga dan heen in vrede naar uw plek in deze wereld met de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus,
en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allemaal. Amen. Ontroerd bij deze aandacht die er is. Ja, aan veel dingen komt een eind en ook aan mijn rondgaan als predikant met pensioen. Ik ben hier altijd graag geweest. Ik ben dankbaar dat het zo lang toch nog kon. Ik hoop dat u, dat ik een beetje heb mogen helpen om Jezus beter te leren kennen en wat hij voor een mensenleven helemaal kan betekenen. Bedankt, het gaat u goed. Nou, dank u wel.